Hoi en wat superleuk dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering Bloemschikken. Ik ben Karin Tikkus en ik leer jullie alles over bloemschikken. En vandaag gaan we een heel apart, maar lang houdbaar bloemstuk maken. Dus heb je er zin in, doe alvast een duimpje omhoog. Het abonneren is helemaal gratis, dan blijf je op de hoogte van alle leuke video's die ik maak. En alle leuke bloemstukken. Dus wil je niks missen, druk eventjes op die abonneerknop. En wil je het pakket bestellen of wil je onderdelen bestellen? Hieronder in de beschrijving vind je een linkje of ga naar www.ulnabloemist.nl. We verzenden door heel Nederland, België en Duitsland. Dus waar het er naartoe moet, het komt gewoon naar je toe. Lekker makkelijk. En dan gaan we nu gauw aan de slag. Gaan we een apart bloemstuk maken. Ik heb een mooi industrieel frame voor me en een mooie punt. En daar snij ik alvast even een stukje van de onderkant af, zodat je een iets breder gedeelte hebt om hier straks op te doen. En dan drukken we hem op de punt. Dit doen we wel heel voorzichtig. Je kan hem gerust een stukje van de onderkant afhouden, omdat het frame natuurlijk zelf al heel mooi is. Maar zeg je, ik wil hem er helemaal op, kan dat natuurlijk ook. Ik vind hem zo heel erg mooi. En wat we dan gaan doen is eventjes de basis bekleden met wat mos. En dit zet ik vast met krammetjes. Zo werken we de oase al mooi een stuk weg. Met droogbloemen werken, maar wat ik heel vaak hoor om me heen is, ik hou niet van droogbloemen, want het geeft gauw een wat dooie effect. Nou, vandaag ga ik laten zien dat het met in het bloemstuk niet zo is. Het geeft juist een heel levendig effect door de manier van kleuren waar je dan mee werkt. En ook door natuurlijke materialen erbij te verwerken krijg je een heel mooi apart bloemstuk. Zoals je kan zien heb ik de basis mooi weggewerkt met mos. Geeft al gelijk een leuk effect. Wat ook heel leuk is, als je graag met verse bloemen wil werken, kan je het ook op deze manier opmaken en dan erbovenin gewoon verse bloemetjes doen. Maar ik ga nog eventjes deze mooie curly takken toevoegen. Die knip ik even in stukken. En het leuke is, hier zit ijzerdraad in. Dus die kan je wikkelen. En door ze uit elkaar te halen ben je iets flexibeler. Je kan hem dus gewoon aan de onderkant buigen en dan wikkel je het om de punt heen. En dan werk je naar boven. En het uiteinde kan je dan erbovenin steken. Je kan het eventueel ook vastzetten met een krammetje. En zoals je ziet, laat ik mij nou een beetje los. Dan kan je gewoon tussendoor ook nog eens een krammetje bevestigen. Om het iets extra houvast te geven. En je ziet al gelijk wat dit doet in het stuk. Het maakt hem gelijk apart. Kijk hoe leuk effect je hiermee krijgt. Je maakt diepte en je maakt hem gelijk apart. Goed, dan gaan we de bloemetjes toevoegen. Dit doen we aan de bovenkant. En wat ook leuk is, is om bijvoorbeeld Silantia plantjes toe te voegen. En die kan je ook hier halverwege doen. Heel erg leuk. En dit kan je bijvoorbeeld ook doen met wat vetplantjes. Die kan je bovenin doen, maar je kan hem ook aan de zijkant doen. Doordat je de basis van steekschuim hebt, doe je gewoon een stokje onderin. En bovenin verwerk ik de bloemetjes juist wat korter. En hiervoor gebruik ik verschillende soorten droogbloemetjes. Daar ga ik nu eerst mee beginnen. Allereerst zet ik er een Silantia plantje in. Je kan hier voorzichtig eventjes een stokje in doen. En let op dat je dit echt voorzichtig doet. Anders breek je het bloemetje. Mocht de wortel veel sterk genoeg zijn, kan je hem daar ook zonder stokje in doen. En ik kijk even hoe die mooi tot zijn recht komt. Ik laat hem nu iets naar beneden lopen, omdat ik het straks ook mooi vind om wat bloemetjes met de punt mee te laten lopen. Dit doe ik ook eventjes met een
vetplantje. Ik doe dit ook heel voorzichtig. Eentje stop ik daar bovenin. En dan voeg ik daartussen wat kleine droogbloemetjes aan toe. En de droogbloemetjes steek ik er verschillende kleuren straks in. En dan laat ik hem ook wat meer lopen naar beneden met de punt. Zodat je mooi een beetje een spiraalvorm krijgt. Dat heb je al een beetje gecreëerd door de curly takken. Hè? Ik gebruik hiervoor ook wat gekleurd gipskruid. En je merkt dat bovenin kan je heel makkelijk steken. Aan de zijkant iets minder makkelijk door het mos. Maar als je het te lastig vindt, kan je even met een mesje een gaatje maken tussen het mos. En dan kan je daar dan gewoon tussen steken. Dan heb ik nog een Tillandsia plantje. En deze laat ik ook meelopen vanaf de zijkant. En ik kijk eventjes hoe het Tillandsia plantje groeit. Deze steek dus aan de zijkant een stokje in. Doe het ook weer voorzichtig. Maar het kan ook zijn dat je het Tillandsia plantje net een andere vorm heeft. Dat geeft niet, maar dan kan je gewoon kijken hoe die mooi met jouw stuk meeloopt. Dan voeg ik nog wat andere droogbloemetjes eraan toe. En zoals je nu al kan zien, geeft het een heel mooi fris effect door met deze bloemen te werken. Zoals deze mooie droogbloemetjes, die heeft zo'n mooi steeltje. Dat kan je ook prima vastzetten met bijvoorbeeld een krammetje. Als de steel te kort is om erin te steken of als je die zichtbaar wil houden. Dan heb ik mooie knopjes met bloemetjes, die doe ik er wat korter bovenin. En je kan eventueel aan de zijkant ook lijm gebruiken als de knopjes te kort zijn. Ik gebruik hier bijvoorbeeld van die kleine droogbloemknopjes. Die hebben allemaal niet zo'n lange steel. Kijk, dan kan je gewoon of een krammetje of lijm gebruiken. Wat je dan prettig vindt. Maar die geeft wel heel mooi kleur in het stuk. En op deze manier vul je de bovenkant en ook de zijkant en laat je het mooi meelopen. Ik heb ook nog een mooi vetplantje, die kan je er ook nog mooi bij insteken. Die doe ik op dezelfde manier. Ik doe dat heel voorzichtig door een stokje in het midden te steken, maar dit moet echt wel voorzichtig. Je kan het met niet zoveel geweld doen. Kijk hoe prachtig dit dan is. Heel apart door die swing die je erin maakt. En door het lijnenspel wat je mee laat lopen. Mocht je nu nog oasis zichtbaar hebben, kan je dat opvullen met een beetje Tillandsia. Of als je het mooier vindt, kan je het ook met nog een beetje mos doen. Eventueel kan je zelfs de Tillandsia er ook her en der nog een beetje tussen doen. Om het grijze iets terug te laten komen. En kan je dan ook gewoon vastzetten met een krammetje. Maar let wel op dat je dan de vorm blijft volgen van het lijnenspel. Dus dat je het niet overal her en der doet. Maar echt in de lijn van jouw bloemstuk. Thank you.
kijk dan hoe apart bloemstuk wij hebben. Hij loopt helemaal mee. Super mooi door het gebruik van die mooie Tillandsia plantjes. En ook door de kleurencombinatie zo bij elkaar heb je een heel vrolijk bloemstuk. Maar een bloemstuk wat heel lang houdbaar is. Echt heel erg leuk als je het mij vraagt. Wil je dit pakket nu bestellen en wil je hem zelf maken? Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar het complete pakket kan bestellen. Of ga naar www.uonlinebloemist.nl, daar vind je het onder kopje cursuspakketten. Laat me vooral weten wat jij van deze video vond. En dan hoop ik dat je het weer leuk vond. Vond je het leuk? Doe een duimpje omhoog. En abonneer gratis, dan blijf je op de hoogte van alle leuke video's die ik maak. En dan wil ik jullie weer bedanken voor het kijken. En dan zie je mij de volgende keer weer. Doei!